Goedenavond iedereen hier. En we wachten natuurlijk nog veel meer publiek. Maar ja, de koetjes moeten eerst nog even leeg. En even onder de douche. En dan lekker naar tractorpooling in Meerkerk. Heb je goed voorbereid? Vroeg naar bed gegaan? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ook hierop. Maar dat helpt dus nou. Ja, dat helpt, ja. Trekt de sleepwagen het verst over de baan? Daar gaat het allemaal om bij tractorpooling. En hoe je dat doet, daar heeft elke deelnemer zo zijn eigen kijk op. De brede banden, de goede banden, goede filters erop. Balans en bandenspanning van een tractor is heel belangrijk. Door het gewicht op de baan te krijgen. Wat moet je kunnen om het goed te doen? Ja, gewoon de baan uit. Gas geven. Gas geven, ja. Wie de 100 meter haalt, heeft een full pool. En dan mag je door naar de finale. Wat maakt het nou zo leuk, tractorpooling? Het geluid, hè? Jij bent al lang bij de hele. Dat is het mooiste. Nee, dat gaat goed jongens, jullie hebben alles bij. We zullen er eens nog eens eentje nemen, want ze smaken goed hoor. Dus kunnen jullie morgen nog iets herinneren van wat er hier gebeurd is dan? Of, We blijven vrij nuchter. Nuchter blijven, ja, dat hoort er wel een beetje bij tractorpooling. Een beetje boer laat zich niet gek maken, ook niet als die wint. Geen spoortje emotie. En we hebben hier de kampioen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. De winnaar. Ja. Zijn we het nieuws aan het uitproberen en dat gaat beter steeds. Dus. Wat is het geheim? Het geheim zit in de dubbele wieltjes naast de brede banden. Dat is het geheim van de trekker. Het geheim van de trekker. Onthouden kan je volgend jaar eerste worden bij tractorpooling in Meerkerk.